Je bent hier op het woonpark van de LOVI VZW in Poperingen. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. De eerste lockdown heeft een zeer grote impact gehad. Niemand had eigenlijk kunnen voorzien dat het zo'n lange periode zou worden, waarbij dat eigenlijk elke leefgroep bijna een bubbel op zichzelf werd, waardoor dat alle sociale contacten eigenlijk weggevallen zijn. Het idee van samen te gaan fietsen is bij ons begonnen in de leefgroep. Op een gegeven moment miste Sap zijn werk heel erg, omdat hij hier achter mij in de hoeve komt werken. En dat kon op dat moment niet meer. Dat is ook wel fijn om naast elkaar op stap te gaan en eens van andere dingen te spreken. Met Sap, hij is heel vaak bezig met de hoeve, de dieren, de planten. En onderweg hebben we heel veel gesproken over wat dat we zagen toen dat we naar hier kwamen. Wat dat er op het veld aan het groeien was. Het was echt wel anders dan voorheen. Met het geld van de Koning Boudewijn Stichting hebben we vooral geïnvesteerd eigenlijk in een rolstoelfiets. Omdat wij nu heel wat fietsen hebben voor mensen die al toch een of wat nog mobiel zijn. Maar eigenlijk een rolstoelfiets, en vooral dan de duo rolstoelfiets, geeft eigenlijk de mogelijkheid om met twee minder mobiele bewoners toch ook te gaan fietsen. Het andere stuk van de middelen hebben we gebruikt om onze inloopplek voor onze jongeren, de cocon, meer gezellig te maken, omdat de vraag en de nood naar ondersteuning nog groter is, omdat de studiojongeren eigenlijk vooral alleen maar daar terecht kunnen en dat ze eigenlijk niet meer buiten het woonpark mogen. Corona is voor mij de haalsons. Ik kon nergens naartoe, dat was zelfs de kokon ook dicht. Ik voelde direct van, ik mis hier iets. Ik mis de aanwezigheid, ik mis de begeleiding. Ik mis de interactie tussen bewoners, dat je gedachten kunt verzetten van ja, het is corona nu. En dat vind ik heel belangrijk, dat we hier genoeg steun krijgen van de begeleiding. Dat ik, ook als het moeilijk gaat, ze staan er altijd. Voor ons is het vooral belangrijk dat we onze bewoners kunnen op een fijne manier toch, en op een veilige manier vooral, toch in contact kunnen blijven brengen met mensen. Het feit dat je gewoon het gevoel hebt dat je deel uitmaakt van de samenleving zorgt ervoor dat je welbevinden, je kwaliteit van leven, je zelfvertrouwen, alles wordt er gewoon door gestimuleerd en wordt ook beter. Dus je voelt je als persoon ook beter. Dus sociaal contact is daar zeker een essentieel onderdeel van. Dus daarom vinden we het ook zo belangrijk om daarop in te zetten.